In Nederland zijn er 7,7 miljoen voordeuren. En achter elke voordeur speelt zich een verhaal af. Bijvoorbeeld hier, in Velsenbroek. Dit is zijn verhaal. Hoi, ik ben Mark. En een paar jaar geleden had ik geen reden om uit mijn bed te komen. Zijn de onderbroeken tweede gratis? Ja. Oh. 1+1. Nou, een paar jaar geleden werkte ik dus in de bouw. Als je bijvoorbeeld gebukt stond en je broek hing helemaal laag, kreeg je toch een schep zand erin of zo, weet je wel. Of zolang die broek laag hangt, zeg maar, ben je de lul. En dat is gewoon heel jammer. Toen heb ik gewoon gezegd van, weet je, zoek het allemaal lekker uit. Ik stop ermee. En dan eindig je waar ik ooit was. En dat is helemaal onderaan. Heb je het bonnetje meegewild? Ja. Gewoon de verkeerde kant op gaan, drugs gebruiken. Beetje de hele dag blowen. Gewoon niks doen. Je wilt toch iets anders doen dan alleen maar thuis zitten. Dus je gaat buiten hangen. En dan leer je zeg maar één iemand kennen. En dat is dan Rick. Het is gewoon, ja, mijn reddende engel, zeg maar. En ik denk ook niet dat hij zelf doorheeft dat hij zo is. Het is gewoon kut, weet je wat. Dat er dat soort mensen moeten zijn, zeg maar. Wat Rick mij gebracht heeft, is gewoon structuur en gewoon het doorgaan, het doorzettingsvermogen, zeg maar, het niet opgeven. De manier waarop hij mensen helpt, daar wil je wat terug doen. Ja, daar, Rick komt het dus zo aan en ik ga lekker met hem sporten. Hey. Kerel man, was goed? Ja, goed met jou. Leuk je te zien. Hey, ja. Je bent er klaar voor? Ja, ik wel. Jij ook? 3. Ik zie Mark als een grote vriendelijke knuffelbeer. Ik hoop voor hem dat hij echt even leert dat hij het waard is. Waard is om voor gestreden ook te worden. Dat hij zich niet hoeft te bewijzen. En ik denk dat dan automatisch zijn kopje wel vaker omhoog gaat en omhoog blijft staan. Nou, dat is zich al te doen hoor. Ja, vind je het leuk? Ja, wacht. Ja. Maar hij wordt natuurlijk wel verrast. En dat is wel echt super tof. Ja, ik ben echt super zenuwachtig. Laten we het maar gaan doen. We gaan nog even ergens naartoe, ja? En dan ga ik bij jou in de auto. Ja? En dan zeg ik wel waar we heen gaan. Okay. En dan zie je het vanzelf wel. Dat is wel leuk. Ja, toch? Dat is verrassing. Ja, ik zeg niks. Ik vind je lach op je gezicht, vind ik drie keer niks. Wat gaan we doen, Mark? Ik mag helaas niks zeggen. Alles gaat door me heen. Vindt hij het leuk? Gaat hij het niet leuk vinden? Hoe reageert hij natuurlijk? Nou, wat ruikt het? Een bier. Gaaf, hè? Dit is wel heel cool, ja. Ik rook dat ik binnenkwam. Ja, dat snap ik ook wel. Ik wil je zeg maar best wel bedanken voor het feit zeg maar, wat je allemaal voor mij gedaan hebt. Dat ik van de straat zeg maar naar waar ik nu sta, werk, hè, noem maar op, alles gaat goed. Het gaat gewoon weer beter, ik voel me weer positief en zo, weet je wel. Dat is gewoon heel, heel wat voor mij, zeg maar. En daarvoor zijn we dus hier en wil ik je heel graag bedanken met dus deze bierproeverij. Het is mooi van jou terug te horen wat het dan ook het mag doen. Ja, dankjewel man. Dat doet best wel veel voor me, ja. Wij gaan even genieten dan hier. Ja, sowieso. En ik vind het heel tof dat een jongere dan zegt van, nou, jij hebt dit voor mij gedaan, ik wil heel graag iets voor je terug doen. Dus eigenlijk indirect is dat ook wel weer een signaal van wat we eigenlijk hopen met jongeren te bereiken, is dat ze omkijken naar de mensen om zich heen. Proost, hè? Op jou. Ons.